moest me richten op mijn eigen parcours. En dat heb ik gedaan. En ja, dan is het natuurlijk super mooi als het dan lukt. Toen ging je foutloos. Groot applaus. Ja, wat gebeurt er dan met je? Ja, dat is echt super gaaf. Dat is wel een meisjesdroom die uitkomt. Ja. Ja, zo voel je dat echt? Ja, tuurlijk, want het is een thuisconcours. Ik loop hier al eigenlijk mijn hele leven rond. En dan kijk je toch naar het hoofdnummer. En dat is de grote prijs. En dan hoop je toch dat je daar ooit eens een keer foutloos doorkomt. Nou, en ik rij nu mijn tweede grote prijs binnen. En ik rij foutloos hier in Zuidbroek. Dus dat kan echt niet mooier. Zo snel mogelijk. Ik zat heel even te twijfelen. Ik ging nu binnendoor naar hindernis 3 in de barrage. Om er omheen te rijden en vol door te gaan. Maar iedereen zei, dit is toch sneller. En ja, eerlijk gezegd weet ik niet waar ik het verloren heb. Moet ik de videobeelden terugkijken. Maar ik wist dat het heel moeilijk zou worden om haar te verslaan. 72 honderdste. Het lijkt in de paardensport ook ja, om steeds kleinere verschillen te gaan. Hè? Ja, dat klopt. Maar goed, je kunt nu ook zeggen, ik ben in ieder geval tweede. Ook trots op. Jong paard, heel blij. 2016 was een heel bewogen jaar. Ik ben toch heel blij dat het nu anders begint. Ja, want hoe sta je ervoor? Je lacht, maar je lacht vaak. Ja, soms natuurlijk nog een beetje als de boer die kiespijn heeft. Maar langzamerhand komt het allemaal goed. En ik ben heel blij met jonge talenten. En dat de mensen hier zo achter mij staan, dat doet me heel goed. Ja, dat was eigenlijk wel mijn barrage, moet ik zeggen. Want ik moet een beetje van de linkerwendingen hebben en niet van de rechter. En hier zaten weinig korte rechterwendingen in. Dus ik had zo eigenlijk mijn eigen plan. Ik was van plan om van 2 naar 3 eigenlijk buitenom te gaan. Maar ik kreeg iets een dichte afstand op 2. Dus ik kreeg heel makkelijk de bocht binnendoor. Dus was ik uiteindelijk zelfs nog sneller dan dat ik zelf gepland had. Dus dat was gewoon top. Met wat voor gevoel ga jij nu terug naar Baarlo? Zevende. Net niet goed. Vlakbij toch? Ja, ligt niet zoveel van elkaar af. Ja, top. Want ik was eigenlijk in twijfel of we hier naartoe zouden gaan. Ik heb namelijk volgende week ook Drachten. Dus dan gaat die Merrie niet mee. Want eigenlijk zou ze alleen Drachten meegaan. Dus het was eigenlijk een beetje twijfelen. Dus als je dan zo mee kan doen, zo vooraan kan winnen, dan is het top. Dan is het helemaal top.